wel verwacht. Het was nog niet helemaal zeker, maar ik heb vorig jaar wel een goede resultaat neergezet. Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk wel mocht gaan, ja. Sanne Verhagen uit Best heeft haar uitverkiezing te danken aan de twee Europacups die ze won en de tweede en vijfde plaats bij World Cups. En ook won ze nog een zilveren medaille op het EK voor judoka's onder de 23 jaar. Ja, volgens mij ben ik ook de jongste die gaat. Weet ik niet helemaal zeker, maar ja, het is inderdaad wel vroeg. Het was wel voor de eerste keer echt het grote EK, het was spannend. Ja, ik heb er heel veel zin in. Sanne weet nog niet zo goed wat ze kan en mag verwachten van het EK in Boedapest. Ja, het is natuurlijk mijn eerste senioren EK. Ik sta nog niet zo hoog op de wereldranglijst. Het wordt hoe dan ook een zwaar toernooi. Waarschijnlijk heb ik ook meteen een zware eerste partij. Ja, ik hoop gewoon dat ik een goed toernooi kan draaien. Ja, ik ben blij als ik gewoon kan laten zien wie ik ben en een goed toernooi draai. Dat is eigenlijk mijn doel. Tegen wie de judoka het best ook vecht, ze is nooit de langste. Maar dat heeft ook voordelen. Ik ben natuurlijk klein, dus ja, ik ben erg goed in schouderworpen. Dat ben ik vanaf jongs af aan al gewend eigenlijk. Ik ben inderdaad geen passieve judoka en voor mij persoonlijk levert dat alleen maar voordelen op. En ik vind dat zelf een erg mooie stijl en ik hou ook erg van om graag te scoren. Dus. En scoren doet Sanne Verhagen graag. Het liefst tijdens het Olympisch toernooi waar ze letterlijk van droomt. Ja, natuurlijk Olympische Spelen Rio 2016. Het is van kind af aan al een droom natuurlijk, maar nu komt die droom wel steeds dichterbij. En nu wil ik het ook gewoon werkelijkheid maken en is het meer een doel dan een droom.